Yo, kijkers van Online Teams en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Forza Motorsport. Jongens, ben ik nieuw, we kunnen uit 425 of uit B of uit C. Ik zat daar gewoon uit C. Andere auto en ze kijken wie het snelste is. 5,0, 3,0, 3,7, 3,4, 3,4, 4,1, 3,8, 3,0, 3,1. Nou, dan is deze weg toch het snelste, pakken we zien. Race 6 van de 10. Oh, ja, vrij snel. Als nu 6 van de 10 is. Goed. Auto. Chocolat. Het is in Japan. Dat weet ik denk wel zeker. Ja, en Mataki, Japan. Ik kan er nog nooit geweest in Japan. Zullen we gewoon beginnen? Gewoon beginnen. Niet zo moeilijk doen, hè, jongens. Nieuwe week. Nieuwe kansen, nieuwe rondes bij ons. Goed. 3, 2, 1. Oh, je kunt weer linksboven niet zien. Dat is kloot. Maar goed. Je bent vaak, denk ik wel. Hoeveel races zijn er? Geen idee. Maar. Moet ik wel serieus rijden, ja? Ik heb wel een beetje hier, zeg, jongen. De laatste tijd op dit kanaal gaat het eigenlijk best lekker, weet je dat? Ik krijg soms best veel reacties, dat ben ik ook wel fijn. Over de 10 abonnees, ja, dat was ooit mijn droom. Ik zat één keer tegen bij de 100 abonnees misschien al livestream. Zo ja, jongens, misschien dat weet ik het zeker. De 100 is ook niet echt veel. Maar voor mijn doel is dat best veel. Als je ziet, na sommige andere hebben misschien wel ontdekt 300.000, sommige miljoen. Maar ik ben niet zo blij. Ik ben gewoon een klein YouTube kanaaltje. Die wel bijna 700 video's heeft. Binnen 1 jaar hebben wij 650 video's gemaakt. Dat is wel wat een hele boel, zeg. Op zich gaat het wel lekker met ons YouTube-kanaal. Dat moet ook zo vast blijven houden. Als jij nog leuke video's weet, games, geef me gewoon weten. Je mag PC-game, mag Xbox zijn. Het liefst Xbox One. Waarom zou ik daar na de zomer kijken, alles omleggen? Dan gaat alles naar Xbox One. En nu misschien gaan we dan een Xbox-kanaal. Dat we echt volledig Xbox gaan doen. Dan moet ik nog even kijken.
secretaire. Oh, zijn er al? Dat gaat snel. Dan ben ik niet. Achievement hier. Oh, nee hoor. Dat is het. Kijk, met deze... Met die scala kan ik gewoon... Van 5 naar 6. We zijn er nog 5. We zijn er nu voor 10. Zo snel. En die gaat richting de 6. Zo ver. Bij 3 kon niet, zat je alleen tot 5 en dan ja, was het klaar. En hier telt hij zich gewoon door. Kun je nieuwe wagen kopen? Ja, die of die. Ik zat eigenlijk aan die zwart. Recht nou. De kleur moet ik wel even veranderen. Oeh, hij heeft niet echt veel kleuren. Wit, een hele witte wagen. Die hebben we niet zo veel waard. Zo gewoon die pakken, ja. Oké, we hebben dit event voltooid. We gaan gewoon lekker door. En nu ook eens naar uw hoek, naar Nederland. Maar dit is geen Europa. Wat is het voor een land? Ik zou het niet weten. We kunnen uit A, niet echt met A. Uit C. Ik weet echt niet naar welke omgeving dit is hoor. Geen 7 van de 10. Misschien is dat Brazilië. Of is dit Amerika? Ik denk dat dit Amerika is. We zijn zo vaak in Amerika. Ja, zie Amerika. Een vette stadion ook nog, hè? Dat kunnen die Amerikanen goed. Oh! Is dat die 1 bij 3? Ik niet zien, dat kan ik zo zien. Op zich ben je niet buiten te staan. Ja, het is buiten te staan, joh. Okay. Ja, dat is die ene. Waar je al die tijd aan in kunnen rijden. Want dan had je zo naar rechts moeten gaan. Ja, dan had je hier naar rechts moeten gaan. Hey! Oh, shit. Kijk, dan had je hier zo het stadion in kunnen gaan. Dat is de ene waar we kei vaak in krijgen. Vooral in die World Championship allemaal bij Forza Motorsport 3 had je nog. Maar alleen is dit ja, een soort van iets anders. Wat je muziek hoor.
Zeg, lekker wat wij kosten morgen om 10 uur. Waarom doen we dat eigenlijk? Bij 3 eet om zoveel. Ik heb een vraag aan jullie. Missen jullie soms vast en moeten voor 3? Als dat zo is, ja, dan kan ik zeg dag af en toe zeg van joh. In het weekend een klein uurtje weer of zo. Als het 3 gaat doen. En is het niet 1 keer per maand, maar misschien 1 keer in de 2-3 maanden of zo. Dat we dan afspraak pakken. Of zou ik gewoon zeggen 3 jaar dat is gewoon afgelopen. Nou, gewoon bij 4. Want als wij iets voor zwaar hebben, dan gaan we niet naar 4, gaan we ook niet naar 5, ook niet naar 6, maar gaan we meteen naar 7, jongens. En ik heb zoveel leuke games die je op de Xbox One kunt doen, hè. Maar die zijn gewoon niet uitgekomen op de Xbox 360. Dat vind ik zo jammer, hè. Dus we zijn echt naar de Xbox One, daar heb je ook veel meer games voor. Dat heb ik hele leuke games, die ik wil doen, ja, Forza Motorsport, GTA natuurlijk, Minecraft natuurlijk. Farming Simulator is ook een hele toffe game. Dat heb je nog meer veel meer. FIFA, ja, dat kun je ook op de Xbox 360. Maar best is op de One gewoon. Sommigen zeggen, waarom ga je niet op PlayStation? Ja, ik vind PlayStation echt een kutcontroller, hoor. Ik vind het gewoon niet fijn op de PlayStation. Xbox, dat is gewoon fijn. Ja, maar dan denk ik, als de Xbox One wat doe, ga ik met de Xbox 360. Denk dat ik hem misschien nog ga verkopen. Maar dat ik al mijn accounts die ik heb, dat ik die gewoon ga verwijderen. Want anders kunnen andere mensen op mijn accounts kijken wat ik allemaal heb gedaan. Dus. Nou ja, het is gewoon van die hele goede auto's. Dat is zo snel, ja. Als het eerst kunnen zijn. Of zij zijn fucking slecht. Ja, dit is veel moeilijk. Alleen zo qua snelheid van je auto's. Ja. Maar dat zien we allemaal. Maar we hebben ongeveer snel. 13 minuten. Ik ga nu geen nieuwe antwoord doen. Ik ben te lang. We hebben 11 pies. Ja. Oh, we gaan het doen. Dat heb ik keurig gedaan, jongens. Zo. Next up, we travel to Northamptonshire, England, for a race at the historic Silverstone Racing Circuit. In autocross. We hebben een uitdaging. Oh. Gates to beat the target time. We gaan even kijken naar ons event overzicht. Oeh, kijk, we hebben best veel open. Wat is grijs? Grijs is dicht, hè? Lichtblauw open. Oh, nu wat grijs. Dat betekent, ja, dus wit, betekent dat we die nog niet hebben gedaan. En die slotjes die kunnen we niet doen. En dit is niks. Ik dacht dat we die al een keer hebben gedaan. Echt een van twaalf. Nog een twaalf. Oh, je moet sowieso 12 vriesjes hebben, oké? Okay. Dan moet ik denk echt te gaan doen. Nou, op zich ziet dit er prima goed uit voor een begin. Nou, we zijn nog niet echt lang bezig met deze serie, ja? Nou, weet je hoe het komt dat het weer steeds nu? Eerst was 2 afleveringen in de week en nu 3. Maar ik zat te denken om ook een 4e serie van te zetten. Maar ze gaan even kijken in de informatie. Kijk, ik ga het hier laten. Ik hoop dat jullie een toffe aflevering vonden.
En dan hebben we toch weer ongeveer 16 minuutjes erop gedaan. Kijk, ik ga het hier belaten. Ik hoop dat jullie er donderdag ook bij zijn. En dan ga ik hier bij kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het like. En tot donderdag dan maar weer, jongens. Mazzel!